Vandaag een lezersvraag van Erik. En Erik zegt, joh, waar ik ook ga, ik kom altijd leuke vrouwen tegen en die hebben al een vriend. Nou Erik, statistisch gezien kan dat niet. Er zijn namelijk een heleboel leuke vrouwen vrijgezel. Maar wat is er waarschijnlijk in jouw geval aan de hand? Als een vrouw zegt, ik heb al een vriend, dan kan dat verschillende dingen zeggen. Eén, dat kan betekenen dat ze al een vriend heeft. En er helemaal gelukkig mee is. Maar een vrouw die al een vriend heeft en daar helemaal gelukkig mee is, die binnen 10 minuten in een gesprek zegt zij, ja wij hebben of ons, al onze auto of wat dan ook, maakt ze een referentie naar haar relatie. Het tweede geval kan zijn dat ze al een vriend heeft, maar dat het vriendje eigenlijk gewoon een handtasje is. Een tijdelijk vriendje, dat is leuk, dat is makkelijk. Ja, die zorgen, daar kunnen de sleutels in en het geld en dat is allemaal geen probleem. Ja. Maar ze wil wel graag een betere vriend. Heel veel vrouwen stappen van relatie naar relatie. Ze willen gewoon een betere vriend. Maar ja, als ze zegt ik heb al een vriend, dan ben jij die betere vriend niet. Want het vriendje werkt ook prima tegen mannen die op je afstappen en waar je niks meer wil. Het derde geval kan zijn dat ze helemaal geen vriend heeft en gewoon op zoek is naar een leuke kerel. Alleen jou niet die leuke kerel vindt op de een of andere reden. Waarschijnlijk heb je je dan gewoon te afhankelijk opgesteld. Je hebt gebedeld, je bent te snel richting relatie gegaan. Of ze ziet je gewoon niet zitten om een andere reden. Je hebt zeker masterflirt niet toegepast. Dus als ze zegt ik heb al een vriend, wil dat eigenlijk niks zeggen. Als ze zegt wij hebben net een huis gekocht, wil dat wel wat zeggen. Gewoon doorgaan met vrouwen ontmoeten en niet te snel op die relatie aansturen. Je ontmoet een vrouw en als ze binnen 10 minuten zegt ik heb al een vriend, dan doe je iets fout. Want jij ontmoet een vrouw gewoon om te kijken of ze leuk is, om plezier te hebben samen. En niet om meteen te kijken of ze jou wil als vriend. Want dan wil ze je dus niet. Jij gaat naar een vrouw toe om te kijken of zij leuk genoeg is. Voor jou, in plaats van andersom. Je gaat niet naar haar toe om te kijken of jij leuk genoeg bent voor haar, of ze jou leuk gaat vinden. Nee, je gaat kijken of zij leuk genoeg is. En je zult zien, met die mentaliteit ontmoet je geen vrouw meer die zegt, ik heb al een vriend. Succes, Erik.